Olivia. Ik ga vertellen over een boek genaamd Floep. Floep, dat gaat over meisjes die iets hebben uitgevonden en een toetje. En er was dus een restaurant die had nieuwe toetjes nodig. En toen zei de vader, waarom doen jullie niet mee aan de wedstrijd? Dus dat deden ze. En toen gingen ze eraan meedoen, maar toen werden ze verraden door zuster vriendin. En die had allemaal vrienden, maar ze wisten niet dat zij het was, dat ze het recept had gestolen. En toen gingen ze in het Floep-restaurant. Gingen ze verstoppen en kijken. En toen kwamen ze erachter dat al die recepten uit Amerika komen en dat ze worden gemaakt van afval. En dat alles, dat de baas liegt over alles. Dat alles mooi is, dat alles gezond wordt gemaakt, maar dat is niet zo. En waarom vind je het zo bijzonder? Waarom vind je het zo leuk? Omdat het te maken heeft met recepten en dat vind ik ook heel leuk en het was heel erg spannend.